Ravage op de A15 bij Tiel na een botsing tussen twee zwaar beladen vrachtwagens. En ook op de IJssel bij Westervoort was het vandaag file. Daar was een olietanker aan de grond gelopen. Donderdag eet het Nederlands parlement op de jaarlijkse barbecue worst uit Barneveld. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van dinsdag 3 juli. Een ravage op de A15 vanmorgen. Daar botste een vrachtwagen geladen met stenen achterop een truck met beton die op de vluchtstrook stond. Het ongeval zorgde voor veel verkeersoverlast tussen Dodewaard en Tiel. Eén chauffeur raakte licht gewond. Dat de chauffeur maar licht gewond is geraakt mag een wonder heten wanneer je ziet wat er van de cabine van de vrachtwagen is overgebleven. De chauffeur van de andere vrachtwagen kwam met de schrik vrij. Heeft hier vanochtend een vrachtauto met pech staan op de vluchtstrook. En die is helaas aangereden door een collega-chauffeur en met dit als gevolg. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Amsterdam-Rijnkanaal op de A15. De vluchtstrook op dat deel van de weg is heel smal. Het ongeval zorgde voor veel overlast. Het ongeval veroorzaakte kilometerslange files. Tussen Dodewaard en Tiel stond het helemaal vast richting Rotterdam. En die file ging dan ook nog eens heel erg traag. En daarom werden er omleidingsroutes ingesteld. De politie heeft de indruk dat gevaarlijke situaties op de vluchtstrook de laatste tijd vaker voorkomen. Ook bij beroepschauffeurs. Misschien zegt dat wel iets over het feit dat ze het gevaar onderschatten. Want je ziet wel weer dat één stuurfout van een vrachtwagen, die heeft enorme impact aan de achterkant van het voertuig, waardoor de uitslag gewoon vele malen groter is. Waardoor je heel snel een voertuig wat op de vluchtstrook staat kan raken. Met soms grote gevolgen. Rijkswaterstaat is bij Tiel nog uren bezig geweest om het puin op te ruimen. En ook het scheepvaartverkeer op de IJssel was vanmorgen urenlang gestremd. Een gestrande olietanker blokkeerde daar de toegang tot de rivier bij Huissen. Tientallen schepen konden niet meer voor of achteruit. Daar ligt hij dan, de Valparaiso. Een olietanker met aan boord bijna 1300 ton dieselolie. Hij wilde vanuit Arnhem de IJssel opdraaien. Een lastige bocht van 180 graden. En dat verliep niet volgens plan. Zo zagen ook de kijkers vanaf de dijk. Hoe is het mogelijk, hè? Ja, door een stuurfout van de kapitein bij het invaren van de IJsselmond is er iets verkeerd gegaan, waardoor hij dwars is op de rivier is komen liggen. Zo'n krappe bocht en nog vastlopen, hè? Veel mensen kwamen vandaag kijken naar de onfortuinlijke schipper. Een foutje waar vele schepen last van hadden. Ja, tientallen. Zichtbaar een aantal hier in de buurt. Maar je moet bedenken dat verderop de rivier schepen al die de informatie al hadden, daar zijn blijven wachten tot het alles weer vrijgegeven werd. En dat betekende voor de mensen op dit cruiseschip een lange tijd hetzelfde uitzicht. De vastgelopen olietanker. En het duurde lang omdat er geen sleepboten in de buurt waren. Deze kwam speciaal uit Duitsland gevaren om een handje te helpen. Maar uiteindelijk, met vereende trekkracht, lukte het om het schip weer vlot te trekken en kon het uiteindelijk zijn weg weer vervolgen. De boot bleek niet lek te zijn en er was ook geen olie in de rivier terechtgekomen. En zo konden ook deze cruisegangers weer verder met hun reis. De uitspraak in de Vordense herdenkingszaak gaat internationaal. De rechtbank in Zutphen heeft bij wijze van hoge uitzondering de uitspraak van de dodenherdenking laten vertalen in het Engels. Er is namelijk nog steeds erg veel belangstelling uit het buitenland voor die uitspraak, waarin de rechter de burgemeester tijdens de herdenking op 4 mei verbood om langs Duitse graven te lopen. De Netse fokkers zijn woedend op de Tweede Kamer, want als het aan het parlement ligt, worden er in de toekomst geen Netsen meer gefokt voor bont. Een definitief wetsvoorstel daarover is gisteren naar de Eerste Kamer gestuurd. De Netse fokkers krijgen alleen tijd om hun bedrijf om te bouwen en geen schadevergoeding. In onze provincie zitten zo'n 35 Netse fokkers. Ze zijn boos dat de Tweede Kamer geen schadevergoeding wil vastleggen in het nieuwe wetsvoorstel. Daarin staat nu dat Netse fokkers tot 2014 de tijd krijgen om af te bouwen. Dat is volgens de politiek voldoende tijd om in investeringen terug te verdienen. In de Eerste Kamer tekent zich inmiddels ook een meerderheid af voor een verbod op het fokken van Netse voor bont. De Netse fokkers vinden dat ze onevenredig worden geraakt door het verbod en daarom recht hebben op een pot geld. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders kondigt dan ook aan de wet naar Europa te zullen sturen voor toetsing. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De barbecue op het Binnenhof in Den Haag. Vlak voor het zomerreces wordt door alle Kamerleden onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat over het afgelopen politieke jaar. Donderdagmiddag is die barbecue. En al vele jaren komt het vlees van een Gelderse slager, namelijk uit Barneveld. Dat is de mooiste barbecue van het land.
De bekendste barbecue. En als je daar mag staan, dan ben je trots met ons. Ik kom dan donderdagavond naar de barbecue thuis en ik zit. Ja, dan ben ik een heel gelukkig mens. Heel goed. Ja, vind ik. Nog altijd is hij trots dat hij dit feestje van vlees mag voorzien. En dat doet hij samen met chef-kok Huub Oostrom. En die weet ook precies waarom de politici bijna niet etend in beeld komen. Ze toch altijd wel bang zijn dat ze in beeld komen en dat ze met een spies in hun mond staan. En dat hebben ze toch, vinden ze toch niet zo prettig. Maar achteraf, als de camera's dan weg zijn en zeggen, Huub, maak even een bordje of dat zorg ik dan voor. Op de barbecue komen zo'n 400 mensen. Kamerleden, staatssecretarissen, ministers en speciale genodigden. En met zoveel bijzondere gasten moet alles tot in detail kloppen. Zoals deze saté-stokjes. Dan mogen geen gaatjes in het stokje zitten, dat het houtje zeg maar is. Want dan verbrandt het en dan knapt het stokje uit elkaar. Dus het rijgen is al een specialisme op zichzelf. Nou, vijf stukjes vlees op een stokje. Ja, dat moet natuurlijk wel een beetje netjes uitzien. Dus in de lengte en dan in de bak. Donderdagmiddag, als de camera's weg zijn, genieten ze in Den Haag van deze Barneveldse vleesstokjes. De Zwarte Cross begint over een paar weken. En traditiegetrouw heeft de organisatie weer een stunt in petto. Dit jaar is er een speciaal drankje bedacht. De zogeheten Nozem Oil. Organisator Hendrik-Jan Loving van de Zwarte Cross nam vandaag een van de eerste flesjes van het drankje in ontvangst. Bij de producent in Zevenaar rollen de flesjes Nozem Oil vanochtend van de band. Een klein flesje met een alcoholisch drankje. Een soort vlugel, maar dan anders. Het resultaat wordt direct geproefd. Hoe smaakt het? Ja, de smaak is perfect. We zijn heel lang aan het testen geweest, maar koud is die eigenlijk nog lekkerder, maar hij is smerig lekker. Smerig lekker, dat staat ook op de doos. Maar waar smaakt het nou naar? Het heeft een beetje een citrus smaak, dus iets een sinaasappelvleugje zit er wel in. En daarna proef je chili, dus als je hem doorstikt, dan duurt het even en dan denk je, hé. Dus dan blijft hij lekker in je keel hangen, maar voor mij is het helemaal goed gelukt. De Nozem Oil bevat 10% alcohol. Het drankje wordt niet alleen verkocht tijdens de Zwarte Cross. De organisatie wil het ook in de markt zetten en verkopen in de horeca. Inmiddels wordt in Lichtenvoorde begonnen met het inrichten van het festivalterrein. Vandaag worden de piketpaaltjes geslagen. Hendrik-Jan Loving komt de werklui wat arbeidsvitamine brengen. Ja, weet waar. Dat is wel goed. Vanaf 20 juli kunnen op dit terrein zo'n 150.000 bezoekers genieten van muziek, spektakel en theater. En natuurlijk ook van de Nozem Oil. Bistro de Oliemullen in Borculo heeft het mooiste terras van Gelderland. Het terras staat op de tweede plek in de verkiezing, georganiseerd door het vakblad Miset Horeca. In totaal deden 600 terrassen mee aan de wedstrijd. De bistro aan de Lange Molenstraat in Borculo heeft de plek onder meer verdiend vanwege de idyllische ligging van het terras aan de Berkel. De twee schoepen van de watermolens tussen de historische panden geven het terras een unieke sfeer volgens het vakblad. De ene is net vernieuwd, dus ze kunnen nog weer wat jaartjes mee en ze draaien dagelijks. Dus dat geeft wel wat extra sfeer en ook geluid op de achtergrond. Dus ja, dat geeft wel een fijn sfeertje. Vorig jaar eindigde het restaurant nog op de 10e plek en sindsdien hebben de eigenaren de puntjes op de i gezet. Met de verkiezing heeft het horecabedrijf een workshop gewonnen om het bedrijf nog meer te verbeteren. Woelmuizen ondermijnen de dijken langs de Waal en de Rijn. Normaal worden ze bestreden met chemische middelen, maar daar wil Waterschap Rivierenland vanaf. Er worden nu torenvalken ingezet tegen de woelmuis. Een bijzondere manier van dijkbescherming ten noorden van de Ooipolder. Hier zijn op korte afstand van de Waaldijk 30 kasten op hoge palen geplaatst. Ideaal voor torenvalken. Het betreft een experiment om op een milieuvriendelijke manier de woelmuis aan te pakken die de dijken met zijn gevroed ondermijnt. Ze vreten namelijk het gras los van die dijk en dan wordt die dijk zwakker door. Want als het dan gaat regenen, dan kan die eroderen. Dat is eigenlijk het probleem. Als je daar nou chemische middelen voor gebruikt, dan verpest je het milieu een beetje en dan heb je die woelmuizen te pakken. Maar je kunt het ook op een wat moeilijker weg gaan proberen. En namelijk die torenvalk die woelmuizen laten opeten. Maar ja, het is alleen de vraag of ze in grote aantallen die muizen pakken. Want er zijn ook andere beestjes die ze kunnen opeten. En soms eten ze ook vogeltjes. Maar misschien vinden ze ook andere muizen lekkerder. Dus je moet gewoon uitproberen. Er wordt vandaag gekeken of er voldoende valken genesteld zijn. Hier bij Ressen is het raak. Er worden in de nestkast maar liefst 2 jongen gevonden. Met een vleugel van 143. Die worden geringd, gemeten en gewogen.
Deze woog 227 gram, geloof ik. Heeft hij een woelmuis op, denk je? Zou goed kunnen, want zijn grotere broertje die woog minder. Dus, ja, gave dingen. En dat vinden de dorpsbewoners ook, die dagelijks de vogels volgen. Maar voelen ze zich wel veilig nu ze omringd worden door zoveel roofvogels? Nee hoor, ik ben er helemaal niet bang voor. Ik fiets hier onderdoor, ik loop hier onderdoor met de hond. En ze vallen je echt niet aan. Ze vliegen eerder weg als dat ze je aanvallen. Dus daar hoef je echt niet bang voor te zijn. De elektrische fiets is een uitkomst voor ouderen, maar hij kan ook gevaarlijk zijn. Straks meer. De politie heeft een aantal tips gekregen na het versturen van een zogenaamde sms-bom gisteravond. Het berichtje werd verstuurd naar mensen die op 12 juni in de buurt van station Klarenbeek waren. Een 10-jarige jongen werd daar seksueel misbruikt door een nog onbekende man. Vanavond wordt de zaak behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. Met de aanhouding van een 29-jarige Amsterdammer denkt de politie twee overvallen in Doetinchem en Zutphen te kunnen oplossen. In september 2011 werd een supermarkt in Doetinchem overvallen. Personeel werd bedreigd met een vuurwapen en er werd geld buitgemaakt. Twee weken later werd een Zutphense juwelier het slachtoffer van een overval. De Amsterdammer zat eerder al voor andere misdrijven vast. De Rijnbrug bij Oosterbeek krijgt een kleurtje. Hij wordt in een nostalgische groene kleur geverfd. De oude verf is nodig aan vervanging toe omdat hij niet meer milieuvriendelijk is en omdat er roestplekken op de brug zitten. De treinen op het spoor over de brug kunnen gewoon doorrijden. De werkzaamheden gaan tot in het najaar door. Voetbalclub De Graafschap heeft zich versterkt met Tim Vinken. De aanvaller, die een contract tekent voor 2 jaar, is transfervrij overgekomen van de Rotterdamse club Excelsior. 2 weken geleden heeft De Graafschap contact opgenomen met mijn zaakwaarnemer. Mijn eerste reactie was direct positief. Ik ken De Graafschap als een leuke club, een club met een fanatieke achterban, leuk stadion. Inwoners van Loenen moeten de komende weken rekening houden met stankoverlast. De onplezierige waarschuwing komt van het waterschap Veluwe. De oorzaak is een vermoedelijk aangestoken brand in het riool aan de Slatsdijk. Bij die brand is het geurfilter vernield en het installeren van een nieuw filter gaat nog weken duren. Normaal gesproken rijdt hij op schaatsen, maar voor de kinderen van basisschool Issing in Empen ruilde Stefan Groothuis zijn schaatsen in voor een step. De wereldkampioen sprint was er speciaal voor de laatste schoolweek. Op een hindernisparcours konden de kinderen met skates of op de step de kunst afkijken van de schaatser uit Voorst. Sommige senioren gaan tegenwoordig als een speer door het drukke verkeer met hun elektrische fiets. Maar het reactievermogen van een 65-plusser is natuurlijk niet altijd even sterk. Gevolg, er vinden meer fietsongelukken plaats waar ouderen bij betrokken zijn. Tijd dus voor een cursus. Prima. En stop! De remmen die doen het. John Meijer is klaar om met 69 65-plussers mee te doen aan een fietsopfriscursus in Oosterbeek. En dat is wel nodig ook. Helaas zijn er steeds meer ouderen betrokken bij fietsongelukken. Ouderen fietsen door tot op hogere leeftijd. Steeds meer ouderen rijden op elektrisch ondersteunde fietsen, waardoor ze meer vermogen hebben op die fiets dan ze eigenlijk aankunnen. En waardoor ze dus als het ware ongecontroleerd op die fiets rijden. Wat heeft u nu geleerd? Nou, hoe je moet zitten. Dan moet ik even kijken naar de zadel, hoe hoog die moet zijn. Even kijken of de remmen, of je die bij kunt stellen. Niet alleen de deelnemers, maar ook de fietsen worden uitvoerig bekeken. Elk onderdeel wordt gecheckt. Prima. Er volgt ook een gehoor- en oogentest. De kinderen eruit halen hoor. Ja. En zijn de heupen nog soepel? En dan gaan we even links achterom kijken. Komt er wat aan? En dan moet de stuur wel recht blijven. Ik zag u zo mooi meedraaien, zo van oh, komt er wat aan? En ondertussen was u de bochtel om. De ouderen zijn nu warm gedraaid en klaar voor de slotronde. Een fietstocht. Ik zit alleen met omkijken. Dat wordt minder. Ja, het is wel te adviseren om een spiegel te monteren. Het scheelt gewoon omkijken. Verschrikkelijk hoor. Zo, dat vind ik zo oud. Bij ouderen wordt het best veel toegepast. Ja, ik zie het wel. Neemt u spiegel? Nee, voorlopig niet. En dan kan de fietstocht beginnen. Ja, en dan tot slot de verwachtingen voor het weer met Dennis Wild in Wageningen.
Het is volop zomer in Gelderland. Warm, maar niet overal even zonnig vandaag. Morgen komt de temperatuur zelfs nog 1 of 2 graden hoger uit. Maar de regen- en onweersbuien liggen dan op de loer. Die komen vanuit het zuidwesten, via de Britse eilanden en Frankrijk, richting België. Vandaag lag er ook een zwakke storing net ten westen van Nederland, met de meeste neerslag op de Noordzee. Maar we zagen wel af en toe wolkenvelden ervan. Tussen de wolkenvelden door ook flinke opklaringen. Nou, dat blijft vanavond hoor. Het is rustig en nog lange tijd aangenaam buiten. En uiteindelijk daalt de temperatuur dan vannacht naar zo'n 15 tot 17 graden. Bij een wind die naar het zuidoosten toe draait. En vanuit die hoek wordt dan morgen warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur nog wat hoger uitkomt. In de loop van de dag ontstaan een paar onschuldige stapelwolken. Maar een enkele daarvan die kan toch uitgroeien tot een lichte bui. Op de meeste plaatsen in Gelderland blijft het gewoon droog hoor, met flink wat ruimte voor de zon. En dus opnieuw van die hoge temperaturen, een echte zomerse dag morgen met waardes tussen de 25 en 27 graden maar liefst in de Achterhoek. De wind daarbij uit het zuidoosten is zwak tot matig. Heerlijk weer. Maar er komen steeds meer onweersbuien richting Gelderland. In de nacht naar donderdag trekken die dan langzamerhand over de provincie naar het noorden toe. En dan is het gedaan met de warmte. Eerst nog vrij warm en broeierig op donderdag. Maar vervolgens gaat de temperatuur naar beneden. Met ook in het weekend iedere dag wel een paar regen- en onweersbuien. En dit was het nieuws van dinsdag 3 juli. En daarin zag u onder meer dat twee botsende vrachtwagens op de A15 bij Tiel vanmorgen voor chaos hebben gezorgd. En dat de Barneveldse slager Joosten deze week de Tweede Kamer voorziet van de heerlijkste hapjes tijdens de jaarlijkse barbecue. Ik wens u nog een fijne avond.